Ik kreeg polio precies op mijn eerste verjaardag en dat was in juni 1946. In die tijd was er nog geen vaccin tegen polio. Dat vaccin is pas in 1956 op grote schaal beschikbaar gekomen en vanaf dat moment werden alle baby's in Nederland verplicht ingeënt. Ik kende op mijn school zeker nog tien andere kinderen die ook in diezelfde tijd polio hadden. En je kunt echt niet lopen zonder stoppen. Nou, een heel klein eindje. Maar zoals ik zo op dit terrein dat was niet vlak en uh, dan loop ik het uh, met een stok Dan voel ik mij het meest vertrouwd. Ja, ja. Kijken mensen u rare aan? Ik denk dat ik daar niet meer zie. Nee? Ik vermoed het wel, maar ik, uh, daar word je op een gegeven moment immuun voor. Ja, ja. Of denken ze gewoon oude man? Ja, dat denk ik, een oude lul, weet je wel. Die stelt zich aan, die heeft een stok nodig. Dan laat ik maar zo. Toen ik van de lage school af kwam, was ik timmerman geworden. Dat leek mij prachtig, ben je met je handen bezig, dan gebeurt er wat. Maar ja, dat uh, werd mij door mijn, en mijn ouders, maar ook mijn fysiotherapeut in die tijd, werd er ernstig afgeraden, Zo van, ja met jouw polio kun je dat nooit lang volhouden, dat is fysiek veel te zwaar. Ga jij maar mooi leren. Nou, toen ben ik op het gymnasium terecht gekomen en daarna op de universiteit. En uiteindelijk ben ik afgestudeerd als socioloog. Dus veel handenarbeid heb ik nooit meer verricht. Maar vooral met mijn, uh, heb ik dus met, met mijn hoofd moeten werken. Maar ja, als ik gewoon mensen zie knutselen of een echte timmerlieden tegenkomt, daar heb ik wel respect voor. Dat zou ik ook graag, doen. Mijn leven lang heb ik mijn uh, spieren heb ik verkeerd belast. Omdat ik zeg maar, aan mijn rechterkant, kort door de bocht geformuleerd, ja, die spieren functioneren niet zo goed. Dan ga je dat aan je linkerkant compenseren. En het gevolg is dat je die spieren extra belast. En dat in combinatie met het ouder worden, waarbij bij ieder mens spiermassa afneemt. Ja, worden die spieren dus extra belast en dan, heb ik nou, dan merk ik nou dagelijks, heb ik gewoon spierpijn. Ik heb zeg maar RSI, dat heb ik. Als je daar een, een bekend woord voor zoekt. is gewoon, ja, mijn spieren zijn overbelast geweest en dat herstelt zich niet meer. Dit uh, theekopje op deel, dan <tie> doen de spieren in mijn arm gewoon al pijn. En dat is toch een gewicht van niks. Dus dat is heel, dat is heel vervelend. En is dat altijd zo? Ja, het is bij alles wat ik doe, heb ik, doet dit pijn, als ik, uh, uh, als het om eten, als het gewoon gaat om uh, schrijven en uh, ja, overal alles waar ik mijn arm bij, bij moet ge gebruiken, dat voel ik. Zelfs met een uh, telefoon zie je dat? U... Ja, ja, als ik gewoon lang in deze houding zeg maar in een telefoongesprek voer, dan moet ik daarop letten dat ik zo, van tijd tot tijd mijn arm beweegt, maar anders heb ik gewoon, na een half uur doet het heel erg veel pijn in mijn spieren. Er is onlangs een uitbraak van polio geweest in 14 Afrikaanse landen. Doet dat u iets? Ja, dan, dan, ik weet waar, die, waar al die mensen te wachten staan. Want zeker als je dan denkt aan Afrika, bedoel, daar zijn de medische voorzieningen lang niet. Hebben uh, niet het niveau wat, wat je hier in Nederland hebt. Bedoel, in Nederland dan, uh, als je polio, althans dat uh, heb ik zo ervaren, dat ik dat had gekregen. Ja, dan staat er een hele medische wereld voor je open. Hè? Van fysiotherapeuten, van... Uh, ...orthezemakers die je aan burgers helpen of passende schoenen... ...en die je zeggen wat je wel en wat je niet moet doen. Dus ja, hier krijg je dan de, de kansen om je binnen de beperkingen die polio je oplegt... ...om je maximaal te ontwikkelen. En ik denk dat het in die landen dat het allemaal niet het geval is.